Nog maar eens een gelijkspel tussen Club Brugge en Anderlecht. Billijk of teleurgesteld? Nee, onbelangrijk. Ik ga sowieso naar huis gedegoteerd en teleurgesteld. Ik bedoel, ik ga het ook heel kort houden met mijn staf, spelers en mezelf. We zijn de hele wedstrijd lang uitgescholden geweest. Bruine aap en wat dan ook. En ja, dat zijn dingen. Ik heb het er moeilijk mee. Dus ik wil nu gewoon even met mijn staf samen gaan. Ik weet dat er iets ludiek mag verteld worden en zo. En ik krijg. Het is ook niet gemakkelijk op andere voetbalvelden, dus dat is geen probleem. Maar we zijn hier met een heleboel mensen die heel veel gegeven hebben voor dit land. En die hier gewoon komen voor voetbal te spelen en mensen nog iets te geven. Dus voor mij is de wedstrijd nu onbelangrijk en ik ervaar het totaal anders. Ik wil niet in een soort van conflictstatus terechtkomen, Brugge dit of Brugge dat. Ik voel het gewoon nu eenmaal zo aan en ik wil gewoon naar huis. Even rusten en naar huis en met de mensen de tijd doorbrengen die belangrijk zijn voor mij. Ik ben weg. Oké, goed. Daar gaan we het dan bij houden. Ja, dat is wel zeer opmerkelijk.